revanches voor dames. En we hebben gezien tot nu toe dat Getty hier de dame is van waar ik niet mee moet gaan houden. Getty Bouwen van de Flying Bikes. Ook nu is ze weer heel goed vertrokken. Hij gaat als eerste de eerste bocht in. En dan zien we wel dat de dame bij Demons Vaart goed kan volgen hoor. Annelise Alfrink zit op die tweede plaats. Zit toch redelijk dicht in het achterwieltje nu bij de dame daar in de leiding met nummer 300, Getty Bouw. De derde plaats is overigens van de Heideclub. Het is Jofra van der Velde. En daarachter is het Chantal Groen op plaats nummer 4 in deze categorie. Cruises, 31 jaar en ouders. Ja, het is de volgorde die we vandaag al een paar keer eerder hebben gezien. Zowel in de eerste, tweede als in de derde manche. En het nu in de vierde manche dus weer in deze volgorde. Met helemaal vooraan Getty Bouw. De plaat nummer 300 van de Flying Piker. En ze gaat op deze manche op haar naam schrijven. En de tweede plaats is dan inderdaad voor de dame van Rijs en Zedevaart, Annelies Alverink. We gaan weer naar de finale toe. We gaan naar race nummer 14 volgen.